Het is zover. De finale van de Studenten Bonus Battle 2018 staat op het punt te beginnen. In deze ultieme eindstrijd zullen de pittige ponies het op gaan nemen tegen de jongens van de bakfiets. Maar ze koken vandaag niet voor 4 personen, maar voor een groep studenten hier op de campus. Nou, dat wordt aanpakken dan, Tieske. Oh, 1300 euro gaat eruit, hè? Dat is veel, hoor. Daar zijn ze dan. Yeah. De finalisten! Yes, yes, yes. Wat leuk! Dames, heren, gefeliciteerd met jullie felbegeerde finale plek. En jullie maken dus nog steeds kans op die 1300 euro gratis boodschappen. Ja, daar krijgen jullie dorst van, hè? Ik zie het al. Nee. Er moet vandaag gekookt worden, niet voor 4 man, maar voor een hele hoop studenten. Ja, en net zoals elke week is er natuurlijk weer 1 product waar jullie mee moeten gaan koken. En dat is dit keer de bloemkolen! De boodschappen die zijn al gedaan, dus we weten al enigszins wat jullie gaan maken. En er komt een jury van heel veel studenten en die ga ik verzamelen. Ja, succes! Ja, top. Dankjewel, jullie ook! We hebben 1,5 uur om te koken, wat gaan we doen? 1,5 uur? Ja. Nou, ja. Dan gaan we bestellen. Oké. Okay. Ik zie dat jullie alweer gaan frituren. We gaan een soort van balletje maken van bloemkool, kaas. Dat gaan we dan frituren. En daarnaast maken we een frisse salade. Dus, hoe gaan we het noemen? Cauliflower power. Ja! Yeah. We gaan een bloemkoolnasi maken. Dus dit gaan we heel fijn snijden. Dat is helemaal hip, hè? Dus helemaal rijst van bloemkool. Ja. Hebben we al een naam voor het gerecht? Zeker, ja. Nasi koreng koreng. Koreng koreng. Koreng koreng. Koreng koreng. Bloemkool. Koreng koreng. Koreng koreng. Waar beginnen we mee? Snijden. Snijden. En dit is vega, hè? Nee. Het is helemaal vega. Ja. Behalve die kip die erin gaat. Hey, hoeveel van die bloemkool hebben we nodig? Ja, 10 of zo. Maar het is niet zo netjes, hè? Het is gewoon klein. Noem je dit klein? Laten we dit zo even gaan koken. Ik zou niet voorstaan om te koken. Ja, goed. En we maken heel veel maaltijden, dus kom vooral langs. Het wordt vet lekker. En ik heb mensen nodig die dit met mij willen proeven. Ja, dat wil ik wel. Ja? Ja. Yes! Oh, wat goed! Woe! Oké, 1 schilletje. Nou, nooit weet dat het zo hard werken was, jullie koken. Ik krijg geen keukenmachine hebt. Je moet veel maken, hè? Ja, we moeten veel maken. Ik vind het aan het maken. Curry met bloemkoolnasi. Kippetje. Kippetje is klaar. Oeh, dat is wel lekker, jongens. De handjes laten wapperen, hè? Wat gebruik je nou ook? Oh, dat mest. Mestblok. We komen er wel. Volgens mij is het volledig kat in het bakje als je dat zo ziet. Maar nee, dit wordt helemaal niks. Oh, ik vind het wel spannend, hoor. Gooi er maar bij. We willen pas wel iets proeven. Hé, hey, dit is al heerlijk. Nee, jullie zijn aan het koken. Wij zijn stem aan het werven. Joehoe. Het blijft bij elkaar, jongen. Ja? Nou, knallen dan. Nassie, kom maar Nassie. Heerlijke Nassie, gratis eten. Komt u maar, heerlijke pitte mannen. Dames en heren, jongens en meisjes, verse curry, mooie bloemkool. Lekkere Nassie, komt u maar halen, het is gratis. Enige wat je moet doen is om stemmen, Team Blauw, hi, hi. Dit is de bloemkool bitterbal, dat is nieuw op de markt. Je moet ze gewoon eigenlijk even op je tongetje neerleggen, want als je deze bloemkool bitterbal ooit hebt gehad, dan wil je nooit meer anders. Ja. Hebben jullie beide gerechten geproefd? Ja. Kunnen jullie dan al een stem uitbrengen? Het is een hele goede manier om toch een beetje groente binnen te krijgen, maar niet echt de groente te proeven. Ik wil graag weten of jullie blauw of oranje lekker vonden. Blauw. Nee, niet. Het is allebei heel lekker, want ik hou me niet van bloemkool. Ja, dat is knap. En ik lust het allebei, dus dat is al een prestatie dan. Blauw, wow. Ja. Een kleine tip voor de volgende keer, is met de bloemkool. Ja, die zou ik gaar maken. Oh, gaar. Ja. Maar ik ga toch voor oranje. Ja. Yes! Jan, de bloemkool is rauw. Nee, knapperig. Oh, knapperig, ja. Dat is een kleine bite. Ik vind deze lekkerder, ja. Oh nee, ik ga absoluut voor deze. Nou, zal ik mee kijken? Nee. Jury houdt helemaal voor zich. Oké, jongens, de stemmen zijn geteld. Ja. De winnaar van de studentenbonus battle is dit jaar Team Blauw! Yeah! Hey, joh, eens kijken. Wat dan? Oh!